Bij het woord held denkt u waarschijnlijk niet meteen aan een meesterschaker. Daar vergist u zich in. Kijkt u naar de documentaire Hein Donner, Ein Heldenleben. En hij won in dat hooghoofdtoernooi in, ik meen het winter 47-48 was, won hij dus de hoofdgroep, de reservehoofdgroep, met alle jongsterke Nederlandse schakers, met 9 uit 9. En dat was natuurlijk een vieze resultaat, hè? Dat viel in, het was natuurlijk een hele provinciale wereld, nog de sportwereld, maar juist daarom, dat iemand 9 uit 9 maakte, alle jongeren eraf schopte, dat was iets, ja, Dat was natuurlijk ook, Maar vond hij dat zelf vanzelfsprekend? Ja, natuurlijk, volstrekt vanzelfsprekend. Hij was helemaal al, dat was natuurlijk zo volstrekt vanzelfsprekend. Kun je beschrijven uit wat voor milieu Donner kwam? Gereformeerd, Haags. En zeer hoog in aanzien staan, want zijn vader was een eminente jurist en werd ook minister van Justitie. Dat was in die tijd nog iets heel anders dan nu, geloof ik. Als je nagaat, hij had natuurlijk een chauffeur. En die chauffeur die zei bijvoorbeeld dingen als... Uwe excellentie heeft haar handschoenen laten liggen. Maar dus in de tijd dat chauffeurs nog wisten bijvoorbeeld dat excellentie vrouwelijk was. Hè? Dat is heel bijzonders. Nou moet ik ze er wel bij zeggen dat excellente, zeg maar, niet echt doorklonk in het gezin Donner zelf. Want daar was men over het algemeen niet zo erg op stand. Daar maakte men geen echte cultus van. Het was juist een gezin, die indruk krijg je tenminste, waarin de dienst aan de Heer zeer centraal stond. En verder goed je best doen. En als het even kan, het vaderland dienen. God en Oranje natuurlijk. Dat speelde ook allemaal een grote rol. En tegen die achtergrond moet je dan ook het fenomeen Hein Donner zien. Die het buitenbeentje was. Zich eigenlijk van meet af aan anders opstelde. Ook anders werd gezien. Zijn moeder heeft hem ook een tijdje in meisjeskleren laten lopen. Omdat ze eigenlijk liever een dochtertje wilde hebben. Dus volledig van de dag de nacht en van de nacht de dag gemaakt. Het ging dan zo, we woonden op de Amsteldijk. En we kwamen van de kring af met een taxi. Om 4:30 s'nachts kwamen we dan binnen op de Amsteldijk. Daar zat Karel van den Berg, groot schaakvriend, filosoof. Die zat ons op te wachten, dan werd er over filosofie gepraat. En daarna werden vluchtjes gespeeld. Dan zei hij, Karel, zei om 6:30 s'morgens, nou ga ik maar eens naar bed. Werd wat rekkerig. Dan speelde Hein en ik door tot 10:30. En dan werd ik doodmoe. En dan zei ik, Hein, ik kan niet meer. En dan ging ik naar bed. En dan werd ik 's middags om 4:30, 5:00 wakker. En dan ging ik naar de voorkamer. En daar zat in een werkelijk totaal verrookte kamer. Dus in een werkelijk een donkergrijze walm van rook zag je Hein. En dus zitten met 2 asbakken naast zich, 1 hier en 1, totaal vol met as. En dan zat hij partijtjes na te spelen. En het was werkelijk ongelooflijk. Dus die was helemaal niet naar bed geweest dan. En die stond. Maar hij hield dus echt van schaken. Ontzettend. Het was geen werk voor hem. Oh nee, dat wordt wel eens. Dat wordt een beetje. Omdat hij natuurlijk van een schrijvende schaker een schakende schrijver is geworden. Hebben de mensen later de neiging om te doen alsof hij dat schaken eigenlijk nooit serieus heeft genomen. Maar hij was 100% een schaker. Hij schaakte dag en nacht.
De wet is bij Reinders, werd er dus van 's morgens 9:30 tot 's nachts 1:00 gevluggerd. De laatste ronde riep tante Miep, liep laatste ronde. En dan kon je er geen vluchtje spelen en moest je eruit. Maar tegen 10:00, 11:00, 9:00 kregen we honger, hij en ik. En dan kreeg je bij Eeuw, als je bij Eeuw op bezoek was, kreeg je een salamandertje. Dat was iets tussen een uitsmijter en een glipper in, een soort van broodje met ei. En we hadden daar een strek in, maar we konden natuurlijk niet zo bij Eeuw aankomen. Je moest dus een schaaktechnische reden hebben. Dus Donne ging naar de telefoon en zei, Kramer, ik heb iets heel belangrijks gevonden. Zouden we even bij u langs mogen komen? En dan zei u zeker heen. En dan stapten we in lijn 2 en dan zei Donne tegen mij, en nou smoel houden, want ik moet wat bedenken. En het is inderdaad een paar keer gelukt dat hij heeft een keer een tamelijk belangrijke variant van Dimso Indisch. Is in lijn 2 heeft hij dat uitgedacht, dus dan kwam hij bij Eeuw binnen. En dan werd het schaakbord gepakt. En dan moest het natuurlijk wel zo goed zijn dat je een uurtje erover kon houden, je weet wel. Hè? En dan na een uurtje zei Euwe van, hebben jullie trek in een salamandertje? Ja, meneer Euwe, Grammetre, heel graag. En dan hadden we dus een broodje verdiend. Ja. Ik zelf ben er nooit in geslaagd om een partij tegen hem te winnen. Wij hebben in het totaal iets van, ik meen iets van 12 partijen gespeeld. En zoals Euwe daar zelf over zegt, het resultaat is 50-50. 6 gewonnen, 6 remise. Mooi hoor. Ik had dit ook verrast. Ik had het ook verrast. Als ik het aan je win, ik lukken heb, dat is het mijn best partner. Wanneer ben je Hein voor het eerst tegengekomen? Dat was in januari 1957. En waar? Zomer, toevallig? Bij Ed Hoornik. Die had een soort salon, zeg maar, waar men kwam. En ik ben 1 januari 1957 in Amsterdam komen wonen. Nou, en daar zat die grote man, 30 jaar oud. En was het een soort vriendschap op het eerste gezicht? Ja, nou, ja. Ik moest vreselijk om lachen. En toen was hij bezig aan een hoogoventoernooi waar hij tweede is geworden. In die tijd, ik weet niet of jij dat nog weet. Ik meen tweede. En toen zag ik hem de volgende dag in de Amerikaan. En toen vroeg ik, mag ik u feliciteren? Dat mag. En toen hebben we de hele dag met elkaar opgetrokken. En maandenlang. Was het een soort vriendschap die gebaseerd was op verschillen of op verschillen. Overeenkomsten? Nee, we waren totaal contrair. We hadden niets gemeen. Ik had nog nooit zoiets meegemaakt. En dat gold vermoedelijk voor hem ook wat mij betreft. Kun je dat omschrijven, wat voor iemand hij nou, was? Nou ja, in eerste plaats de afkomst. He, dat is echt, iemand zegt Nederland. Het is een dynastie van heersers, rechters, ministers tot in weet ik wat, in de 18e eeuw. Terwijl ja, ik was zoon van allochtonen, he, zeg maar, van buitenlanders die hier zijn komen wonen. Wereldse, milieuze mensen. Echt on-Nederlands. Nou, en dat paste op een of andere manier precies in elkaar. Wat hij niet had, had ik. En wat ik niet had, had hij. Het was niet een soort... En verder natuurlijk ook de manier van denken. Maar we hadden ook hetzelfde gevoel voor humor. En... Wat is die manier van denken? Kun je daar iets over zeggen? De manier van denken. Nou ja, kijk, op een gegeven moment... kregen we dan verschil van mening ergens over. En toen hebben we afgesproken van... En daar was hij het ook helemaal mee eens. Misschien was het zelfs zijn voorstel, dat weet ik niet meer. Van laten we afspreken. Ik ben dom, zegt Hein. En jij bent gek. Als we dat nou zo afspreken en op die basis verder gaan. Nou, dat is voortreffelijk. Was het liefde op het eerste... Eerste gezicht? Nee. Wat was het dan voor liefde? Tweede gezicht? Nee. Derde gezicht? Nee. Achtste gezicht? Nee. Hoe moet ik me het dan voorstellen? Een soort aanloop. Die voor mij nergens naartoe leidde. En die
op een heel onverwachts moment ineens omsloeg. Als een soort, alsof er een soort katalysator had ingegrepen in vlammende pan. Plotselinge verliefdheid. Oh, dat was het? Nee, niet plotselinge verliefdheid. De totale fap. Zoiets. Verslaving. Ook een beetje. Ja. Hein Donner heeft ook een tijdje gewerkt bij de IBM. Dat was een absoluut wonder. Het is een wonder. De theorie dat je een mens nooit helemaal kunt begroten. Bijna alle mensen doen, als ik even mag theoretiseren, één keer in hun leven iets waarvan je denkt, dat kan niet dat ze dat doen. Ja. Je hebt een huis, je hebt twee kinderen, je moet, er moet brood op de plank komen. Maar was dat wat voor Hein? Nee. Het heeft ook niet lang geduurd. Maar hij heeft wel een ervaring met computers daarop gedaan, of met programmeren. En moest op een bepaald moment iets maken, waardoor een programma voor jaren zou kunnen werken. Dus ook met schrikkeldagen en met al dat soort dingen en zo. Dat vond hij erg leuk. Maar toen dat afgelopen was, ja, dan belde ik wel eens en dan vroeg ik of hij er was. En dan zei de collega van hem, zei nee, u weet toch, hij is naar de tandarts. En u nou weet hoe bang hij voor de tandarts was. En dat hij daar dus nooit naartoe ging. Al vielen de tanden uit zijn bek, dan nog ging hij niet naar de tandarts. Dan had ik iets van, hij had toch een betere smoes moeten bedenken. En toen heeft hij inderdaad op een bepaald moment gezegd, toen hem gevraagd werd van waarom hij toch zoveel afwezig was, zei hij, ja, maar het is zo vaak mooi weer. En als je dan niet naar buiten gaat, dan zou de zon nooit meer schijnen. U heeft hem nog als studentenpredikant ontmoet. Ja, dus eerst op het gymnasium, zaten we samen op het gymnasium, hij een aantal klassen lager. Een nerveuze jongen toen, die nogal wat om zich heen sloeg, ook letterlijk. Vechtersbaas. Ja, ik denk meer getergd, omdat hij wat anders dan anders was. En dan word je tot op een gymnasium toe ook wel wat gepest. En dat werd hij. Later studeerden we aan de VU. En daar kwam ik hem dus weer tegen. Nog weer later werd ik studentenpredikant hier in Amsterdam. En tot mijn verbazing en verbijstering verscheen er plotseling Hein Donner met Irene van der Wetering op de catechisatie in de Kerkstraat, waar ik dan zo'n zaaltje had. En ik denk dat hij van zijn vader moest. Verstierde daar de hele boel natuurlijk met allerlei intelligente opmerkingen. Die hoogst super intelligent waren, maar kan nog wel raakten voor zover het om godsdienst gaat. Want daar gaat het niet altijd om wat is het meest intelligente wat je hier beweren kan. Dus na een maand of 3, 4, hield dat ook weer op. Hij hield het niet uit en ik hield het ook niet uit. En ja, we scheiden weer zoals we gekomen waren, als mensen die elkaar van vroeger nog goed kenden en daarmee uit. Mm-hmm. Maar kunt u zich iets herinneren wat voor soort vragen hij dan stelde op die catechisatie? Ja, dus vooral over, laten we zeggen, de schepping. Hoe dat dan moest als je allemaal doodgaat en er zou een nieuwe wereld komen, dan was je natuurlijk allemaal weer stukjes van elkaar, want dat was materie die dan vergaan was en die moest dan weer bij elkaar gelijmd. En hoe ik dat dan in godsnaam zou kunnen verklaren, nou, dat kon ik natuurlijk ook niet. En daar ging het ook helemaal niet om. Maar goed, met dat soort technische opmerkingen kwam hij dan telkens aanzetten. Meneer Donner, ik weet zeker dat ik met de tolk weet van Sportminnend Nederland om u, en vooral zeker namens de duizenden schaakliefhebbers, om u van harte geluk te wensen met het prachtige succes dat u vanmiddag hier behaald heeft. Dank u. Is er nu ook nog sprake geweest van een inzinking tijdens dit toernooi bij u? Ik heb inderdaad een hele lelijke inzinking gehad. Na 6 rondes had ik 5 punten en stond aan de kop. En toen heb ik uit de 3 volgende ronden heb ik een half punt gemaakt.
Ik dacht toen dat het verkeken was en dat ik met een lagere plaats tevreden zou moeten zijn. Maar door een eindspurt van 6,5 uit 8 heb ik toen opgejaagd door Bronstein en Ivkov, die ook inderdaad een geweldige eindspurt gemaakt hebben, is het me toen toch nog gelukt om ze net een half puntje voor te blijven. Hoe goed is hij geweest, Schaker? Dat is waarschijnlijk best na te gaan als je dus erbij stilstaat dat hij een uitnodiging kreeg voor Santa Monica 1966. En dat was een toernooi waar alleen maar de 10 sterkste spelers ter wereld speelden. Nou ja, niet te veel Russen natuurlijk, dat was duidelijk. Er waren alleen Spassky en Petrosyan van de Russische spelers. Maar de andere 8 spelers waren gewoon in principe de beste spelers. Hè? Dat was Fischer, was er, Larsen, Neidorf. Allemaal spelers die echt aanspraken. En hij hoorde daar ook bij. Dus dat was natuurlijk een enorme eer. Hij speelde dat toernooi niet zo goed. Maar wat dat betreft was Oegstgeest 1970 was heel erg goed. Hè? Dat was een toernooi waar alleen maar 4 spelers waren. Botwinnik, Spassky, Larsen en hij. En hij had daar 50%, 6 uit 12. Dus tegen de allersterkste spelers ter wereld. Dus als hij echt zich inzette en het zat hem mee, hè, het liep goed, dan kon hij op dat niveau mee. Meneer Donner, als wij zo om uw bord heen staan, u bent toch de vertegenwoordiger van Nederland, onze enige representant, dan heb je zo het idee, hij staat goed, maar als hij nou maar niet opeens een verschrikkelijke fout maakt. Een gevoel wat u zelf toch ook vertrouwd moet zijn. En ik vraag me dikwijls af, in zo'n prachtige stand, dat met een enorme energie en denkkracht gecreëerd is, maak je opeens een bévue, een stommiteit en de hele boel dondert in elkaar. Is dat niet een verschrikkelijke teleurstelling en hoe kom je daar overheen? Ja, dat is natuurlijk de eerste vijand van de schaker, het maken van de blunder. Ja, er zijn in de taal geen woorden om weer te geven de walging en zelfhaat die de schaker bevangen wanneer hij een partij verloren heeft door een blunder. Ik bedoel, woorden als wroeging of berouw, dat is kinderspel vergeleken bij de zelfwalging die de schaker heeft. Je slaat je voor je kop helemaal. Dat is, zelfs dat drukt het nog maar zeer gedeeltelijk uit. Oh ja. Ja. Het is natuurlijk zo dat voortdurend tijdens de partij is er voortdurend de grote angst voor het maken van blunders. En zoals bekend, dan maak je ze natuurlijk juist. De blunders kun je ook onderscheiden in verschillende soorten. De allerergste is nog niet eens de domheidsgraad van de blunder. Is nog niet eens het hoogst wanneer je een schitterend gespeelde partij door iets te overzien verliest. Dan was de moeilijkheid van de stelling van die aard dat het nog een zeker excuus in zit. De echte vreselijke stommiteit, dat is waarbij het zo eenvoudig is dat de tegenstander een partij wint zonder dat hij er op één ogenblik eigenlijk enige moeite voor heeft hoeven te doen. Dat is mij bijvoorbeeld in dit toernooi gebeurd, in die partij die ik tegen Spassky verloren heb. Dat is meer dan schandelijk werkelijk de kinderachtige manier waarop ik mij daar van het bord laat zetten. Ja. En daar kun je ook uit constateren dat die woede die je dan van kan creatief zijn op zichzelf. Het kan wezen dat je uit woede dan dat is alleen maar in bloed te delgen. En dat moet dan het volgende slachtoffer wezen. En in dit geval heb ik de volgende partij dan ook prompt gewonnen tegen Larsen. Het is natuurlijk het spel wat als kenmerk heeft dat wanneer je verliest of wanneer je je niet helemaal happy voelt, dan kan je daar absoluut niemand de schuld van geven. Dus ga je dan zoeken naar alle mogelijke oorzaken en manieren om daar iets aan te doen. En dat kan inderdaad de meest bespottelijke vormen aannemen. Ik heb meegemaakt dat iemand als Rosolimo, die nu ook overleden is, maar dat die 25 liter water per partij dronk. Omdat iemand hem gezegd had dat dat goed was voor de hersens. En vlak na de oorlog, herinner ik me, toen had je de kopfmassage broesten.
Dat was een uitvinding van een Oostenrijker. En die zei, als je nou een half uur voor de partij goed met die borstel over je hoofd ging, dan stroomde het bloed daar naartoe en dat was ook heel goed. Maar dat is allemaal vrij lachwekkend. Maar het is natuurlijk een feit dat er zijn absoluut twee doodsvijanden voor een schaker. Dat is de verkoudheid en de ergernis. En wanneer je ook maar iets merkt van het publiek, ik bedoel dames op hoge hakken bijvoorbeeld, die een beetje een rikketikkend geluid maken, of kinderen, dat is misschien nog het allerverschrikkelijkste, die gaan zitten huilen, dat kan inderdaad, heeft dat een geweldig negatief effect. Als ik hem kennenlernte, was er een conservatieve. Ik was damals der Meinung, dat der socialismus na der stalinistische era toch erneuert werden könnte. Einen reformierten demokratischen Sozialismus. Ich habe gehofft. Aber Dönner hat immer gelacht, hat gesagt, das funktioniert nicht, das ist ein Blödsinn. Und er hat sogar gesagt, ich werde nie im Leben in einem kommunistischen Land spielen. Das hat er jahrelang getan. Ich habe ihn mehrmals in die Tschechoslowakei eingeladen. Er wollte einfach nicht. Und dann begegneten wir uns im August, für später nach vielen Begegnungen bei Turnieren. Im August 68 war er in den ersten 7 Tagen nach dem sowjetischen Anmarsch dort. Er berichtete für die holländische Presse. Er ging zusammen mit mir in das tschechische Fernsehen, das im Untergrund damals sendete, und war völlig auf unserer Seite. Aus Prag fuhr er nach Kuba, brachte meinen offenen Brief an Fidel Castro, hat es Fidel Castro überreicht, aber plötzlich ließ er sich irgendwie in Kuba beeinflussen und dann war er extrem link, vielleicht als Folge auch seiner Ehe. Seine Frau war Abgeordnete für die Provost-Partei. Und als ich nach Holland kam, plötzlich stritten wir aus völlig anderen Positionen. Ich bin inzwischen kein Marxist geworden, ich habe mich losgesagt. Ich bin in die katholische Kirche zurückgekehrt und er hat wieder geschimpft über mich dann. Het punt dat ik wil bereiken, dat is het totaal omkeren van de machtsstructuur. Hè? De basis die nu volledig immuun ligt, wordt top. En degene die de zaak coördineren, het coördinerende administratieve lichaam, wat dan heel klein kan zijn, dat wordt de basis. Hè? Maar dus zo dat de macht ligt bij de basis, bij de, wat nu de basis is. Gelooft u dat het mogelijk is voor de justitie om het vertrouwen terug te winnen bij de Amsterdamse bevolking? Ja, dat is misschien wel de ernstigste klap eigenlijk die het vorig jaar heeft, is toegebracht aan de regering. Dat, kijk, de politie, ach, dat komt wel weer in orde. Dat is, als die hun leven beteren, dan hebben die het vertrouwen zo terug. Maar we hebben wel de indruk gekregen dat er hier in Nederland recht gesproken wordt volgens een soort geheim wetenschap waarvan niemand de normen en regels eigenlijk begrijpt. Ja, er is wel hier en daar sprake van het maten met twee maten, het meten met twee maten in zaken voorarrest. Dat zult u mij niet horen zeggen, maar het is, we begrijpen het doodeenvoudig niet meer waar het eigenlijk allemaal op gebaseerd is. Vooral die verzekerde bewaringsstellingen enzovoort. Ik heb zelf daar ook een klacht over lopen. Het loopt nu al 2 maanden, ik heb daar nog niks over gehoord. Ik hoop ook voor het eind van het jaar er nog iets over te horen, maar ik weet niet zeker. Ja, dat is zeker een soort symbool, iemand die die enorme indruk maakte, in ieder geval op mij wel, want ik weet nog dat ik een soort tekening van hem die ergens in stond, had ik op mijn kamer hangen toen ik een jaar of 14 was. Dus dat betekent dat hij toch op dat moment, was 1966, dat hij veel betekende, hè? Dat was ook in de tijd dat hij weigerde uit te komen voor het Nederlands team vanwege de behandeling van zijn toenmalige vrouw. Die hij schandelijk vond. En bijvoorbeeld. Dat... Was hij een soort held voor je? Ja, in een bepaald opzicht wel. Hè? Dat gebaar ook dat hij die beker van
die hij in Venetië gewonnen had. Dat hij die voor de strijders van de Vietcong ter beschikking stelde. En dat was nog een enorm indrukwekkend gebaar. Het was taal machteloos en het werd nog machtelozer. Toen bleek dat die Venetianen die beker helemaal niet opgestuurd hadden. Hij verloor daardoor zijn betrekking bij Elsevier en die beker had hij helemaal niet. Dus dat was, ook iets wat erbij hoorde, hè, dat kleine detail. Dat hij die beker weliswaar zo voor de televisie schonk, maar dat hij er helemaal niet bestond. Ook. Dat was heel aardig, ook typerend. We staan hier in het hartje van Amsterdam en de griebus achter mij, dat is het Max Euweplein. Maar aan het Max Euweplein grenst nog veel mooier de Hein Donnerbrug. Oorspronkelijk heette deze brug de Jan Hein Donnerbrug, maar gelukkig heeft de gemeente dat op het laatst toch nog weer gewijzigd. Het is, zoals u ziet, een majestueuze brug, helemaal ter ere van de grote Nederlandse schaker. En we hebben gevraagd aan de dichter Jean-Pierre Ravi om enkele gedichten voor te lezen uit zijn sonnettencyclus. Want in zijn jeugd is hij sterk beïnvloed geweest en geïnspireerd geweest door de match Donner-Lutijn, die, zoals u weet, voor Donner zeer dramatisch is afgelopen. Maestro, ga uw gang. Hoe ik met blindheid geslagen werd. Zeg kerel, spelen we nu blind? Vroeg Donner mij met bloed doorlopen, ogen naar menig glas absint dat ik voor hem had moeten kopen. Ik maak mij niet graag onbemind en al leek mij zijn plan bezopen, wij vroegen Harry, onze vriend, ons elk een blinddoek voor te knopen. Jan Hein gooit 6, de slag begint, spion S5, de kaarten open, mijn paard geeft 8, 3 of a kind. Nu ben je op een mijn gelopen, groot slem en mat, je ziet wit wind, verbijsterd ben ik afgedropen. Ja, hoe bereidt u zich voor op zo'n match? Ja. Nou, ik heb hem ook toch. Ik wel met boekjes, hè? Boekjes. Dus je dan de avond voor studeren? Nou, ik heb dit een week van tevoren gedaan. Als u de kansen moet schatten in procenten, dan kun je nog kans geeft u zelf van? 99%. Tot zover de uitspraken gedaan op donderdagmiddag. Het is intussen zaterdagmiddag even na 4 en zoals u ongetwijfeld gehoord zult hebben, heeft Hans Rede Tweekamp gewonnen. Meneer Rede, hoe voelt u zich? Tevreden. Nou, het is goed dat ik 99% kans heb gezegd. Hè. Ja, je ziet, je moet er gewoon alle mogelijkheden rekening houden. Hè. Net dat 1% is er nou uitgekomen. Ja. Ja, het is... Hoe voelt u zich op dit moment? Nou, ja, dat zijn gevoelens die zijn niet in fatsoenlijke woorden weer te geven. Dat is, Doet hij toch eens een poging? Nee, dat zal ik niet doen. Nee. Eerst van Hans Rege zegt dat hij een wat middelmatig schaker is. Dat vindt u nog steeds? Nou, dat is me lelijk tegengevallen. Hè? Ik moet zeggen, hij schaakt heel goed. Hij schaakt heel goed. Ja. Mag hij nu ook bij interlandwedstrijden het eerste bord vertegenwoordigen? Nou, als hij dat wil, mag hij het, ja. Van u? Van mij mag het, ja. Hij heeft hetzelfde gehad wat veel schakers op een bepaald moment krijgen. Hij heeft een klap gehad. Dus het leven van veel schakers is een césuur, hè? Ze zijn op een bepaald moment jarenlang heel sterk en dan kan er iets gebeuren. En dan is het net of de windwil eruit is, hè? Alsof het mannetje, hè? Zoals hij dat noemde, het mannetje wat in hem zat, dat werd ineens verzwakt. En dat was na dat beruchte toernooi waar hij dus... Een zonetoernooi waar hij dus geplaatst zou hebben voor het interzonetoernooi als hij een remiseaanbod van Leeman had aangenomen. Een professional zou dan gewoon, ook al was het niet Leeman, maar nog een veel zwakkere speler, had hij dat halve punt gepakt. En had hij zich gekwalificeerd. En hij had wat dat betreft toch een wat, ik vind het zelf een hele aangename, hartverwarmende manier van je verhouden tot het spel. Nou, niks remise om het resultaat, maar gewoon spelen en
laten zien dat ik de beste ben. En toen moest hij met drie mensen een match spelen om twee plaatsen. En dat heeft hij verloren. En daarna was hij niet meer dezelfde schaker in mijn ogen. Ik heb altijd gedacht, er is toen iets gebeurd. Je zag die tijgerachtige blik in de ogen als hij schaakte. Was ineens weg. Het kreeg iets slappers en het was ineens minder strijdbaar dan het daarvoor geweest was. Je hebt een verzameling gemaakt met de korte verliespartijen van Donner. Is dat niet een schaamteloze bezigheid om dat te doen? Eigenlijk was het dat natuurlijk. Maar later heb ik me gerealiseerd dat het eigenlijk omgekeerd is. En dat het aantoont wat een groot schaker is niet het goede woord, maar wat een goed schaker Hein was. Want hij was toch, hij is toch grootmeester geworden in een tijd dat er nog niet 600, maar 60 waren of zo. En als je dat kunt bereiken en ook iemand kan zijn die grote toernooien wint en tegelijkertijd iemand die dus door de grootste knoeiers af en toe op de verschrikkelijkste manier wordt afgeschopt, dan laat dat eigenlijk zien dat je misschien van wereldkampioensniveau geweest zou zijn als je dat gevoel voor gevaar had gehad erbij, wat wel essentieel is voor de schaker. Maar hij was dus iemand die geen enkel gevoel voor gevaar had. Hij zag de grote lijn en niet alle onzin uit het struikgewas. Mm-hmm. Ik heb wel eens geschreven, zijn carrière is geplaveid geweest met bananenschillen. Ik roep even het lijstje op van de korte verliespartijen van Donner. Dat zijn verliespartijtjes binnen 25 set. Heb ik nu uit de grote database gehaald. Nou, zie ik een partijtje Lambert-Donner, Dubrovnik 1950. Die Lambert, Oostenrijker, veel zwakkere speler dan Donner. Eventjes naspelen. Hoe groot is die verzameling? Die verzameling was destijds, dus de loop der jaren heen is die alsmaar aangevuld door allerlei mensen die ook nog verliespartijen van Donner weten. Dus nu 46 partijen. En dat is veel voor iemand van zijn kaliber. Kijk, het gaat gewoon en positioneel. En nu doet Donner een positionele zet die geheel positioneel perfect is, maar hij overziet dat het om een bepaalde tactische reden allemaal niet kan. Lopen ze 4, had hij even niet gezien. Maakt het nog erger met een tussenschaakje. Nou, nu valt allerlei lopers en de koning aan. De koning gaat opzij, niet gezien dat hij nu nog een stuk verliest. Verschrikkelijk gewoon, hups, en opgegeven. Lambert Donner, Dubrovnik, 1950. Heeft ze een beetje alle Nederlandse schakers beledigd die er rondliepen, behalve jou, of toch ook een beetje? Nou, hij heeft mij ook wel eens beledigd, ja, hij heeft me wel eens, was 1977, voor de voeten geworpen dat ik eigenlijk niet veel beter was dan hij en dat hij vroeger bekend stond als de kampioen van het Leidseplein en dat er voor mij ook niet veel meer in zat, dat was toch wel een belediging. Schaken? Dat kan gewoon niet doen. Nee, dit is onzin. Nee, je moet het wel zo doen. Hij zag je toch als een zoon? Vond hij het ook niet prachtig dat zijn zoon dan maar hij vond niet ver boven hem uitkwam? Nee, want die zoon mocht wel zo zijn als hij, maar niet veel beter. Nee, dat is ook wel begrijpelijk. We zaten bij Eilders en er zat een bekende zanger. En hij liep op een bepaald ogenblik, die zanger ging naar hem toe. En die zegt, mag ik me even voorstellen? Ik ben ook een bekende Nederlander. Hij wou dus kennismaking uitwisselen. En Hein keek hem aan en zei, meneer, ik heb u altijd beschouwd als een reactie op de beschaving. He, dan droop zo'n man af. Dat zei de schrijver die aan Hein vroeg, heb je mijn boek gelezen, Hein? En Hein zei, ik heb het geprobeerd, kerel. Hij was afschuwelijk. Het was wat hij tegen mensen kon zeggen, dat was te vreselijk voor woorden. Ja, hij provoceerde iedereen. Ik bedoel, was in zekere zin alsmaar aan het ontgroenen. En een hoop mensen konden daar niet tegen. Tegen die beledigingen van hem. Ik moest er vreselijk om lachen, ook als hij mij beledigde. Ik moest om lachen. En dat was kennelijk precies wat hij wilde. En de mensen die kwaad werden, daar wou hij verder niks mee te maken hebben. Maar had het iets van een korbal nog in die tijd, of niet? Ja, maar ironisch gebroken. He? Niet dat hij een soort korbal was, maar dat speelde hij dat hij dat was. Mm-hmm. En was het ironie of zelfspot of zelfironie wat hij met zich meedroeg? Hoe moet ik het zien? Nou, het was de vorm waarin hij zich kon uiten. Vermoedelijk gewoon zo praten, daar had hij geloof ik moeite mee. Tenzij het ging over schaken of dat soort dingen. Maar niet als het over
de hogere onderwerpen ging waarover wij plachten te spreken. Ja, kijk, als je het over korfbalgedrag hebt, dan... ja, wat me dan te binnen schiet is bijvoorbeeld een keertje, ik weet bij God niet meer in welk jaar dat was, maar aan het eind van een simultaan, ik geloof in Sittard of Kerkrade of zo. En ja, dat werd in een café gehouden en na afloop zaten we nog wat na te drinken. Donner, ik, nog iemand, ik weet niet meer precies wie. En op een gegeven moment was het sluitingstijd. En Hein zei van nee, niks sluitingstijd, dat regelen we zelf wel. De baas zei van meneer Donner, ik zou zelf graag maar politie, overheid. Nou, Hein ging dat even regelen, vroeg het adres, het privéadres van de burgemeester. Belde hem om, laten we zeggen, 2:30 s'nachts uit zijn bed en... zei burgemeester, kunt u uw mannetjes opdracht geven om dit café vanavond met rust te laten? Die burgemeester zei toen iets van, oh meneer Donner, ik heb uw vader goed gekend en ik moet toch zeggen dat het me erg van u tegenvalt dat u me voor zoiets midden in de nacht uit mijn bed belt. Uw vader zou dat zeker niet gedaan hebben. Dat moest hij wel toegeven dat dat inderdaad zo was. Sommige mensen omschrijven hem als een verschrikkelijk iemand die van beledigen een soort sport had gemaakt. Jawel, maar... Dat deed hij tegen mij. Heb je een idee waar dat uit... Ja, waar kwam dat uit voort? Deed hij tegen jou ook? Ja. Kun je een voorbeeld geven? Nee. Waarom? Weet ik niet meer. Heb je verdrongen? Nou, toen we gescheiden waren... Toen kwam hij nog altijd op woensdag voordat de kinderen uit school waren. En op zaterdag ook voor tegen de middag kwam hij dan. En dan had hij de hele middag de kinderen en ging hij pas weg als ze 's avonds in bed lagen. Dat impliceerde dat hij kwam lunchen en dat hij kwam eten 's avonds. Maar als ik dan het hart in mijn lijf had om mijn mond open te doen, dan zei hij van, niet naar haar luisteren, want daar komt alleen maar onzin uit. En op een bepaald moment heb ik toen gezegd, Hein, dat moet je niet doen. Want die kinderen zijn ook afhankelijk van mij. Mm-hmm. En meende hij dat dan, als hij zulke dingen zei? Oh ja, dat meende hij hartgrondig. Deze keer hadden we papa opgehaald bij hem thuis. We hadden hem niet afgesproken op het Leidseplein, maar we gingen bij hem thuis langs. En we zijn toen naar een Chinees bij hem om de hoek gegaan op de Van Baarlestraat. En daar vertelde papa, al tafelend, dat hoe dat is als hij wat gedronken heeft. En hij zei daarbij dat je dan ook steeds beledigender wordt. Althans, hij wordt steeds beledigender. En wat hij dan zo sneu vond was... dat hij soms zo beledigend wordt dat hij het zelf niet meer zich kan herinneren. En een van die dingen, daar gaf hij dan het voorbeeld van dat hij een paar jaar later door iemand was aangesproken met... wil je dan nu met me praten? En hij zei, hoezo? Weer nu? Ja, dat zei je toen toch? Je praat alleen maar met mensen die ooit eens op tv zijn geweest. Nou, bijvoorbeeld een keer waren we bij een lezing. Op de Haarlemse Sociëteit Tijdstopband, waar ik toen nog bindingen mee had. Dat had ik hem meegenomen. Ik weet niet waarover het ging. En op een gegeven moment zegt Hein iets... waarop de inleider zegt, nou meneer Donner, nou moet ik u toch tegenspreken hoor. Waarop hij opstaat en zegt, ik wens niet te worden tegengesproken, ik wens te worden neergeslagen. Hij gaat weer zitten. Ja, ik ben verstijfd van angst. It should be. It should be. It should be.
5 of 6 of 7. Natuurlijk, dat doe ik toch zo. Check out. Oh, check out. I'm the first. I'm the first. You are first, that is true. But this is a matter of time, gentlemen. This is a matter of time. Exciting game. Hij had bijna altijd gelijk, laat ik het zo zeggen. En dat was eigenlijk niet... Je bent de enige die dat zegt. De meeste mensen zeggen altijd dat hij bijna altijd ongelijk had. Ja. Hij had ongelijk vaak als het ging over exacte... denk, cerebrale dingen. Daar had hij vaak. Maar zijn intuïtie was feilloos. En daar schaakte hij ook mee, naar zijn eigen zeggen. En daarom hadden vrouwen naar zijn inzicht ook geen intuïtie. En daarom konden ze ook niet schaken. Konden heel goed denken. De vrouwen, volgens hem, was heel rationeel. Zij hielden de wereld aan de gang. Hè? Want zij wisten meteen wat er in een moeilijke situatie gedaan moest worden. Een man werd radeloos. Er zit een groot gelijk in. Dat beschouw je niet als onzin. Dat beschouw ik niet als onzin, nee. Nee. Misschien geldt het niet voor... Ik ken niet alle mannen en ik ken niet alle vrouwen. Maar ik geloof ook dat vrouwen rationeler zijn. En ja, de wereld aan de gang houden. Dat is een geloof. En niet alleen fysiek, door de kinderen opbaren, maar ook verder. Door de manier waarop ze tegen de wereld aankijken. En mannen zijn gekken, die althans... En die zitten nachtenlang te praten over... zwarte gaten. Doen vrouwen toch niet? Er wordt altijd over hem gezegd dat hij nooit iets van belastingpapieren zo bijhield. Dat hij altijd al zijn post weggooide. Was dat zo? Dat is zo. Want op een gegeven moment kwam bij ons de deurwaarder aan de deur. En die wou beslag leggen. En toen heb ik gezegd, beslag leggen? Dat is allemaal van mij. En toen zei ze, nou ja, hij woonde hier. En toen... Aanvankelijk stelde ik me op het standpunt dat ik me er niet mee wilde bemoeien. Maar toen vond ik het te gek als ze beslag legde op mijn zaken. En toen heb ik zelf een afspraak gemaakt met de Belastingdienst. Die hadden een speciale man. Die was aangewezen voor Hein. Omdat hij nooit iets deed. En toen bleek gewoon dat hij... Ze wisten niet eens dat hij kinderen had. Dus het heeft toen met 5... Ja, het was net op tijd, want... Na 5 jaar verjaagd het, maar het kon dus nog net worden gereduceerd. En het scheelde enorm in aanslagen. Want Hein ging er eigenlijk vanuit dat als je niks deed, dat het gunstig was. Maar die ambtshalve aanslagen zijn eigenlijk altijd ongunstig. En zeker als ze niets van je weten. Maar betaalde die ook niet? Of nee, betaalde hij gewoon wat hij kreeg opgegeven? Nee, betaalde niks. Gewoon niks. En die gooide alles weg. En toen uiteindelijk, toen heb ik met de Belastingdienst een regeling getroffen. En toen bleek dus dat die ambtshalve aanslagen veel te hoog waren. En toen heeft hij dat gewoon betaald. En verder heb ik het ingevuld. Want ja, dan niet mee bemoeien was gewoon veel te lastig voor mij. Had je het gevoel dat je nou met een bohemien was getrouwd? Nou, hij had wel een heel andere levensstijl dan ik. Want ik had... Toen een baan als ambtenaar, dus gewoon reguliere werktijden van 8:30 tot 4:45, geloof ik. En hij leefde 's nachts. Als je thuis kwam, dan lag je in bed. En tussen de middag thuis kwam, lag je in bed. En als je 's avonds thuis kwam, lag je vaak ook nog in bed. Dus het was wel heel anders. Maar ja, het ging. Hebben jullie er nooit een conflict over gehad? Nee. Ja, ik wist natuurlijk, kijk, als ik het niet had kunnen opbrengen, dan was ik er natuurlijk ook niet aan begonnen. Ja, maar je hebt nooit gezegd, kom nou eens uit bed. Nee, nooit. Nee, ik vond het wel aardig dat hij in bed lag. Dus nee, ik heb dat heb ik nooit gezegd. Heb je niet het gevoel gehad, veel schakers hebben het gevoel dat ze eigenlijk helemaal niet een echt beroep uitoefenen, maar dat ze eigenlijk eeuwig met vakantie zijn? Nou, op een gegeven moment had ik me dat een vriendin zei. Hij heeft zo leuk over je geschreven in Avenue M. En toen zei ik, nou, wat had hij dan geschreven? Want ik had nog maar niks. En toen zei ze, ja,
had gezegd, als mijn vrouw werkt, dan kan ik niet de hele dag in mijn bed liggen. Dus toen was hij maar gaan schrijven. Las je wat hij schreef? Want hij schreef vaak over huiselijke aangelegenheden. Nou, daarom las ik het juist niet. Want als hij niet schreef, dan veranderde hij het. Dus in het begin las ik het wel, wat hij schreef. Maar dan kregen we altijd discussie dat ik zei, zo is het helemaal niet gebeurd. En hij zei, ja, maar dat begrijp je niet, daar heb je geen gevoel voor. En hij zei ook, ik kon niet vertellen omdat ik niet kon liegen. En ja, ik ben nogal waarheidsgetrouwd, dus ik viel dus over alles wat hij maakte het mooier. Of hij dichtte, als hij onzeker was van uitspraken, dan dicht hij ze altijd aan mij toe. Als hij niet wist hoe het zou vallen, nou, dat vond ik dus best vervelend. Ik zat bij Keizer Café. Ik kwam hier binnen. Hij was net bij de dokter geweest. En die had gezegd dat een van zijn halsslagaders, of wat, details weet ik niet meer, dat was. Die deed sowieso al haast niet, zijn hele leven al niet. En die andere die moest nou verbeterd worden. Stuk tussen, of stuk uit. Anders kon hij wel zijn hersenbloeden. En woedend was die dokter, wat denken ze wel? Dat, hè? En ik zei, Hein, als ze dat nou zeggen, doe het nu, vandaag nog. Wat verbeeld jij, bent ook al net zo'n gek. Nou, en toen gebeurde het dus. Dus hij heeft zich niet gehouden aan wat de artsen zeggen? Nee, jou. En dat komt omdat hij absoluut geen verhouding had tot zijn eigen lichaam. Soms verscheen hij op de kring. En dan gutste het zweet van zijn gezicht. En zei ik, Hein, je bent ziek. Verdomd, zei hij. En even later praatte hij gewoon door. Ging niet naar huis, naar bed of zo. Dacht hij verder, hij had geen boodschap aan dat lichaam. En in die zin was hij pure geest. Ik heb het omgekeerde. Maar je voelt toch wel pijn of zoiets? Of heb je dat hij dat ook niet voelt? Nee. Ja, hij voelt wel pijn, maar hij interpreteert het niet. Ik bedoel, het kon 10 graden vriezen. En dan liep hij zonder handschoenen, met totaal paarse handen. Zei ik, heb je nou geen handschoenen? Waarvoor? Ik zei, dan moet ik kijken hoe je handen eruit zien. Ach, handen. Jij denkt ook alleen aan handen. Weet je, zoiets kwam er dan. Hij vond het vreselijk om afhankelijk te zijn van vrouwen. Hij had een vrouw nodig, want hij kon niet eens een ei koken. En hij had wel eens opgebeld naar kantoor en toen zei hij, hoe zet je thee? Nou, en ik heb geen rustig moment meer gehad. Ik zag het huis in vlammen opgaan. Dus hij vond zichzelf afhankelijk van vrouwen. En dat vond hij vervelend. En toen zei hij, zijn ideaal was eigenlijk zoveel geld hebben, dat hij in het Amerikaan hotel, bij wijze van spreken, kon verblijven. En daar had hij natuurlijk vreselijke spijt van toen hij in dat verpleegtehuis kwam. Want toen had hij het, toen was het zo'n beetje uitgekomen, maar net niet. We staan voor een gebouw dat Vreugdehof heet en waar Hein Donner de laatste jaren van zijn leven heeft doorgebracht. Ja, dat klopt. En dat weet ik heel goed. Want ik ben hier meer dan 3 jaar, bijna elke dinsdag gekomen om het stukje te halen voor de krant, wat Hein is gaan schrijven toen hij dat weer kon. En de eerste keer dat ik hier kwam, dat was meteen al een hele bijzondere ervaring. Want voor het huis, daar stonden in de stralende zon Hein Donner, of stonden, zaten Hein in zijn rolstoel, Renate Rubenstein die op bezoek was in haar merkwaardig gemotoriseerde wagentje. En die hadden het over de dood, hoe oud ze zouden worden. En Renate dacht dat ze zo 263 zou worden. En Hein dacht dat die wel 64 zou worden. Maar ze wisten dus zeker dat ze niet ouder zouden worden. En daar moesten ze verschrikkelijk om lachen. Dit is de kamer waar Hein Donner, die kolossale man, de laatste jaren van zijn leven doorbracht. Kolossale figuur inderdaad. En dan zag hij eruit als een piraat, als een rover, want hij had altijd een lapje voor het ene oog om beter te kunnen zien. Hier kwam ik dus op dinsdag na het werk naartoe en haalde de stukjes die hij schreef. Die schreef hij met 1 vinger. Hij had dat geleerd nadat hij een zeer ernstige hersenbloeding had gehad.
Maandenlang heeft hij eigenlijk niks gekund, niet kunnen praten, niet kunnen tikken. Het was heel erg, maar hij is helemaal opgelapt, hier naartoe gebracht. En ergens op die weg heeft er iemand gezegd, we kunnen u leren tikken. En dat heeft hij gedaan. Heel voorzichtig deed hij dat met één vinger. Toen ik die stukjes, de eerste stukjes in de krant had gezet, toen kreeg je natuurlijk meteen ook allemaal bezwaren van mensen die vonden dat heel erg en exploitatie van een invalide en die vonden het ook een beetje eng en te emotioneel. Maar toen hij succes begon te krijgen en toen hij zelfs een keer een prijs heeft gewonnen, de Henriette Roland Holst prijs, toen was de lof werkelijk ongelooflijk. Oh, die Donner en die stukjes, mooier bestond niet. Enzovoort. Zijn laatste bundel in gezonde toestand gemaakt. Die verkocht minder dan 1000 exemplaren. Ik geloof dat de eerste bundel in zieke toestand ongeveer 40.000 exemplaren heeft verkocht. Nadat hij ziek was, begon iedereen opeens in te zien dat hij mooi schreef. En daardoor is een soort stemming ontstaan dat die stukken, die latere stukken, die heel kort waren, noodgedwongen omdat hij door zijn omstandigheden niet in staat was om lange stukken te schrijven, dat die eigenlijk veel pregnanter en beter waren dan dat vroegere schrijven, dat vind ik niet. Ik vind die latere stukken, dat vind ik mooie stukken, maar eerlijk gezegd vind ik zijn stukken die hij in gezonde toestand heeft geschreven beter. Het komt natuurlijk allemaal van het schaken. Dat toernooi in Leeuwarden heeft het spraakcentrum aangetast. Waar spreken verboden is en stilte alleen heerst, daar astrofieert tenslotte de linker hersenkwap. Alleen de rechterkwap, waar de tactiele vermogen zetelen, werkt op volle toeren, waardoor het tenslotte uitgroeit als een Noordoostpolder aan de kop van Overijssel. Want niemand die voor de oorlog op school zat, zal nog kunnen wennen aan de kaart van Nederland zoals die er nu uitziet. Onevenwichtige mensen, schakers. Ruiken, tasten, zien. Een algemeen snuffelen, maar geen taal. Elkaar de vlooien uit de pels bijten, maar geen gesprek. Waarom doe ik het eigenlijk? In de tijd zijn de stukken van Donner uitgegeven. Jij hebt daar toen de titel voor bedacht. De koning, zo zie je hem dus kennelijk. Kun je zeggen hoe hij zichzelf zag? Niet als de koning. Hij zag zich veel meer als de